boek waar ik iedereen graag enthousiast voor zou willen maken is van Elke Geurts, een Nederlandse schrijfster. En haar laatste boek gaat over een huwelijk dat spaak loopt. En onmiddellijk is duidelijk dat het haar eigen huwelijk is. En dat boek is volstrekt onvoorwaardelijk. Dat speelt niet met verschuilen achter coulissen of net doen of je het niet bent of je of niet geïdentificeerd mag worden met de hoofdfiguur. Nee, dat boek gaat over haarzelf en over haar eigen mislukte huwelijk en hoe dat zich heeft afgespeeld. Zeer aangrijpend. Het boek loopt voortdurend vast en dan begint ze weer opnieuw, net zoals dat huwelijk. Ik heb zelden of nooit iemand zo direct en oprecht over zoiets essentieels lezen, kunnen lezen, horen, schrijven.